Nou, ik was vroeger al de chauffeur. En toen kwam ik bij mijn schoonvader. En die had toen de tijd 2 hectare zak fruit. En daar kon die man van eten. Ik denk, nou, dat lijkt me ook wel wat. Vroeger dus waren de bedrijven niet zo groot, waren kleiner. De meeste oogst werd gedaan midden in de zomer. Ja, dus dan had je in 6 weken tijd, midden in de schoolvakanties, dan had je te maken met jeugd. Maar midden in de zomer zijn de prijzen laag, want dan heeft iedereen fruit. Dus dan gingen we de oogst wat naar voren trekken door middel van plastic tunnels in kassen. Nou, dan begint het al dat de schooljongens niet meer zijn, die moeten naar school. Toen werkte met huisvrouwen. Maar goed, die huisvrouwen die werken schijnbaar ook net zo lief op kantoor als in de tuinbouw. En dan was er vaak nog huisvrouwen die kleine kinderen hadden, die om 9 uur kwamen en om 11:45 in huis moesten om de kinderen van school te halen. Dus ja, die werkte hoog uit. Een uurtje of 4, 5 op een dag, ja, daar krijg je ook niet veel meer mee gedaan. Dus toen moesten we noodzaak, moet je naar Polen toe. Of andere mensen, we hebben heel veel gewerkt vroeger met asielzoekers. Dat ging ook heel goed. Maar die mensen mogen maar weer 3 maanden in een jaar werken. En zo is het eigenlijk ontstaan gekomen dat we allemaal met Polen werken. 30 man ongeveer, een vaste groep van 30 man ongeveer. En zomers dan, ja, dan zijn het er 150, 160. Piotr loopt altijd met de mensen mee, met de frambozen. En die geeft een beetje leiding om het veld, die doet de mensen scannen. En die laat ook de prestatielijsten zien. Zoals je hier kan zien, en dan kunnen we precies op zien wie wat presteert. Wij werken hier per uur en wij willen... Toch dat de mensen toch een beetje presteren. En dat is ook heel normaal eigenlijk. Dus op zo'n lijst kunnen ze precies zien wat de mensen doen. Hij heeft de kaartjes bij van de mensen. En een scanner. Dus die gaat om 10 uur de kist scannen. Je moet voor die mensen vaak zorgen voor dat ze slaapplaats hebben. En dat ze ergens kunnen eten. Nou, daar moet je dan voor zorgen. Er zijn ook hele groepen bij. Die hebben dus al zelf een huis of een appartement. Als ze dus in de gaten hebben dat ze dus elk jaar weer kunnen werken, het hele jaar, dan gaan die mensen op zoek naar een huis. Dus wij hebben heel veel stelletjes, dus man en vrouw of vriend en vriendin, die dus in Roermond een appartement hebben. En die dus gewoon 's ochtends bij ons komen werken. We hebben ook een gedeelte die zit op de camping in Halen, die al jaren op de camping zit in een Star Caravan. En we hebben dus een groep die dus hier bij ons slaapt. Op het bedrijf hebben we appartementen waar de mensen zelf kunnen slapen. Er zijn er al bij die met de kinderen komen. Leer de taal. Ja. En er zijn er bij die gaan de taal leren. Die willen gewoon hier blijven. Die willen vooruit hier. Die willen vooruit. Hoe laat zijn jullie begonnen? Ik? Ja? 7 uur beginnen. En dan ga je door? Tot 5 uur. Nu moet sorteren die frambozen. Ja. Ja, gisteren die ploegen. Wat let je op? Ja, die moet extra. Die is niet goed. Die is niet goed. Die een paar uurtje deksel maken, die sorteren. Ja. Ja, nachtmiddag. Ploeken, frambozen, ja. Ook die sorteren en bessen, rode bessen. Nou, we hebben eerst frambozen gedekseld en afgewogen, elk doosje apart. En nu zijn we overgeschakeld in de rode bessen. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Deze gaan allemaal naar Albert Heijn. Zacht fruit kwekerij van Zuilen en zo. Dat is dus de kwekerij. En daarnaast hebben we een tak, dat is de afzet.
En dat is Berry Brothers. Mijn broer dus doet de verkoop in Holland. En Nijswin doet de verkoop naar buitenland. 20 jaar terug zijn we hier begonnen. En ik heb in 1980 ben begonnen in de Betuwe. In Zoelmond, waar ik vandaan kwam, daar kon ik niet uitbreiden. En hier konden we dus uitbreiden. Het is hier begonnen met 7 hectare. En dus elk jaar hebben we wat gekocht erbij kunnen kopen. En 2 jaar terug een bedrijf in Neerritter. En nu hebben we tezamen ongeveer 54 hectare. De zomer frambozen, er is de folie van afgehaald. In de winterdag kan dat dus een stuk waaien. En ja, ik vind het zelf ook niet zo mooi gezegd als de folie erover zit. Die windsingels staan er omheen om de wind te breken. Dus dat niet de folie kapot waait en dat ook alles een beetje uit zicht ligt. Zulke percelen hier, dus waar de windsingel nog niet groot is. Ja, waar een buurman legt met een ander gewas. Ja, waar dus middelen over zouden kunnen waaien. Worden dus regelmatig vruchtmonsters genomen dat er geen andere middelen op zitten. Ja, en wij zetten dus expres een windsingel neer dat we dus geen last hebben dat middelen overwaaien van buren, van buurpercelen. Een van onze grote klanten is Albert Heijn en die komt dus regelmatig hier kijken. Nemen ook regelmatig onafhankelijke monsters van wat voor middelen erop zitten of dat de middelen afgebroken zijn en alles. En anders wordt het niet afgenomen. Ik begin zelf elke dag om 6:15, dan sta ik op. Dan zorg ik dat ik om 6:30 hier ben. Dan zet ik de spullen klaar voor het sorteren. Ik zorg dat er een lijst uitgedraaid is wat de dag van tevoren geplukt is. Dus dat ik de mensen om 7:00 ook erop kan wijzen wat de mensen gedaan hebben die dag. Nou, dan begint het om 7:00. Dat gaat vaak door dat sorteren van 7 tot 10. Ja, frambozen plukken. En dat ligt er een beetje aan om 1:00 wat mijn oom dan verkoopt. Als het nou heel veel is, dan gaan we om 3:00 gaat datzelfde koppeltje dan weer terug hier naar binnen. En die proberen dan de bestelling af te krijgen voor diezelfde dag. En het kan dan zijn dat dat om 5:00 klaar is, maar het kan ook gebeuren. Het gebeurt ook wel eens dat we dan pas tussen 6:30 en 7:30 klaar zijn. Wij hebben het contact met de handel. Wij weten wat er in de handel wordt gevraagd. Wij spelen in op verschillende soorten verpakkingen. Dus als iemand nou 100 gram bessen wil hebben of een kilo verpakking. En ik vind wat je afspreekt moet je leveren. Die boom die gaat naar de klant toe, hierboven naar kantoor en naar onze... Mijn oom die doet de verkoop en die kan dan controleren of de aantallen kloppen wat weggegaan zijn met zijn verkoop. En ik krijg meer uit de printer en ik doe die op de pallet als pakbon. Dan weet de chauffeur wat hij mee moet nemen en bij de klant weten ze wat er aankomt. Nou, chauffeur zit erachter en volgens mij kan hij het niet vinden. Dus we gaan eens even kijken. Goedemiddag. Morgen. Vandaag moet ik toevallig naar school toe, maar normaal gesproken begin ik om 8:00 op kantoor. En dan nou is de nette maand voorbij, dus begin ik met mama met de loonstroken. Ik heb ook veel huiswerk waar ik druk mee bezig ben. Maar eigenlijk vooral de loonadministratie en als er nieuwe werknemers komen, alles... Alle gegevens, zorgen dat ik alle gegevens daarvan heb en die mensen registreren in het systeem. Loonadministratie is gewoon een heel groot ding, voornamelijk in de zomer natuurlijk. Want ja, dan hebben we gewoon veel mensen aan het werk. En afgelopen zomer hadden we er 160. En er moet dan allemaal een loonstrook voor gedraaid worden.
En allemaal natuurlijk na afloop van de maand. En iedereen wil ook zo snel mogelijk de geld hebben. Francine die is vanaf augustus dan ook hier op het bedrijf. Hè. Dus die kan ook wel wat inboeken. Maar dat moet natuurlijk allemaal toch wel nagekeken worden. Normaal, meestal doet Romy dat. Maar die is er dus vandaag net niet. De mannen zijn, die hebben totaal niks met administratie. Is echt een ramp. Ja, echt, dat is verschrikkelijk. Wij moeten hier op kantoor ook regelmatig spreken we erop aan. Ja, bewaar die bon en leg die bon dan op de plaats. En, maar die zijn daar helemaal niet mee bezig. Die zijn er echt niet mee bezig. Je gaat tussen de middag even een boterham binnen eten. En je kan de honden tussen de middag uitlaten, toch? Als ik dadelijk even een uurtje iets dringend moet doen, dan is, ja, dan zeg ik van ik ben over een uurtje terug. Iedereen zegt ook van, goh, leuk hè, al die kinderen in het bedrijf. En dat is het natuurlijk ook, maar het heeft ook wel best wel zijn moeilijke kanten. Je moet het ook leuk houden, hè. En we moeten, ja, precies, hoe doe je dat? Veel praten. Ja? Ja. Niet alles op laten kroppen. En eigenlijk is dat ook hier wel van het begin af aan erin gegroeid. Ik heb er ook altijd heel erg op gehamerd, een beetje zo van. Als wij binnen zijn, natuurlijk wordt er wel een beetje over het bedrijf gepraat. Zeker gedurende de dag, maar 's avonds eigenlijk niet meer echt. Nee, stukken minder. Er wordt natuurlijk veel gesproken over het bedrijf, dat is gewoon zo, aan de etenstafel. En verder ook over andere dingen. Ik bedoel, ik heb een hobby, ik heb een oude wagens, heb ik auto's. Of één oude auto en hij heeft er één en hij heeft er ook één. Dus Amerikaanse auto's en ja, dat is ook een beetje hobby, dus er wordt ook nog wat over gesproken. Ik ga ook bewust af en toe zo eens naar Romy en Nijs, die wonen hier vlakbij. Dat doe ik op zaterdag ook wel eens gewoon, terwijl Romy eigenlijk hier ook op kantoor is. Dan ga ik toch nog even daar een bakje koffie drinken. En volgens mij vindt Romy dat ook gezellig, want daar praten we eigenlijk helemaal niet hierover, maar over andere dingen. Hè? Nou, mijn taak binnen het bedrijf is het bedrijf in de Retterleiden. We hebben 24 hectare bessen. En hier de koelcellen bijhouden en zorgen dat het goed loopt. Nou, ze worden erin gezet en dan draai ik hem koud. En als ze in en in koud zijn, dan zet ik hem op een stand dat hij rustig loopt, energiezuinig. En dan zorgt hij zelf al dat hij koud houdt. Nou, ze gaan er rond augustus erin, zeg maar. En ja, ze blijven erin tot januari, februari. Soms zijn de prijzen wat minder, maar je moet de klanten wel blijven bevoorraden. Want ja, anders gaan ze vanzelf al ergens anders heen. Ja, nu zijn we dus bezig met de overkappingen te maken. Dat zijn we nu volop mee bezig. Ja, en zo meteen in de winter beginnen we met snoeien. Dat gebeurt daar. Van de 650 agrarische bedrijven in Maarschouw en Leudal zitten er 20 in het hard en het zacht fruit op 300 hectare grondje. Vooral in Leudal is het zacht fruit in opkomst. Van Zuilen is 5 keer zo groot als het gemiddelde zachtfruitbedrijf en met zijn 50 hectare een van de grootste in Nederland. De rode bessen van de Albert Heijn komen allemaal van Zuilen. Nou, we geven elk jaar maken we een feestje met die mensen en soms doen we dat met een ander bedrijf erbij, die ook wat polen hebben. En dan hebben we dan 70, 80 man. En dan huren we meestal een disjockey, we hebben wel eens een bandje gehuurd en dan wat eten en drinken. Ja, dan is het gewoon één groot feest, want die doen niet anders dan dansen en feestvieren. Dat is gewoon heel mooi.